wat de fuck? We zijn hier 20 minuten. Maar zij komen met jou naar de op. Hé, ik lag daar op de grond en ik riep: Piet de Hirve! My attention! I can't stick a girl in my life. Dat was dus gesloten. Seba is net gestopt aan het tankstation voor iets te gaan half te chappen, maar het is dicht. Ik heb vet honger. Vandaag zijn we onderweg naar Aarschot. We zijn met een fucking giant gang vandaag. Tashie is erbij. Seba is erbij. Waddox achter de camera, Louis achter de wheels. We zijn nu in de avond. Echt zwaar als je boeking zijn. We zijn in Brussel, de Brussels Airport. De eerste boeking vandaag sinds ik terug ben van Amerika. Ziek veel zin in. Louis, wat denk jij? Ik denk dat het wel Hank gaat zijn vanavond. Iedere keer als Seba in de auto zit, speelt hij echt de meest random muziek. Die mag je schijf, dan zegt hij, mag je je schijf erop zetten? En dan is dat echt toem, toem, takki, takki. Dan kunnen we naar de wc gaan en de backstage. Hey, Seba. Ik ken je gewoon zo van TikTok van in het begin, snap je? Iedereen zegt dat. Ik ben terug de oude Gerben van TikTok, bros. Ik heb coke in de uitverkoop. Die mensen waren 14 toen corona begon, die zijn nu allemaal 16 en super nat en willen gewoon keihard feesten. Kunnen we dat nat zijn eruit knippen, alsjeblieft? Ik ga volgen met bier. Trek. We gaan een beetje de sfeer op. Ik ga een beetje mee pakken. Ik ga echt lijf voor het spieken. Amani. Die was helemaal vol nog. Oh, die is helemaal! Yes! Een foto met Steffi! Yes! Hey, stel eens samen voor. Hey, ik ben Sami! Hey, ik ben Sami! Mijn vriend! Waar is mijn DJ nou? Christopher! Jij is Christopher, hè? Christopher! Er is één ding, de welbefaamde muilmuur. En ik en Steffi gaan die uittesten. Nee! Let's go! Dat wil niet. Nog! We zijn hier 20 minuten. Dit was echt de derde pint of zo. Het is echt. Allee, we laten het wel lijper lijken. Het was de derde pint, maar het is niet de laatste. Daar heb ik niks over gezegd. Ik heb er wel zin in. Ik heb echt al fucking 3 maanden niet opgetreden. Dit is de eerste show na een fucking lange tijd. Wow, die chicks zijn niet normaal. Maar die heeft mijn GSM. What the fuck? Ik zeg het, we zijn hier 20 minuten. Drama, drama! Weet je, ineens zijn er 2 oude mensen op het podium. Echt, ga mee daaraan. Dat was een rare guy, maar echt een lelijke bril. Dat was gewoon niks. Tashie komt net aan mij vragen. Please, Mish, fix een bandje met bezet. Super raar aan het doen tegen mij. Dus Amani heeft iets gefixt. Ik ga even die bandjes halen. Wel, alle love naar alle chickies uiteraard. In het publiek, we love you. Maar we hebben wel een vriendin. Dus het is natuurlijk handiger als we Gerben zo'n bandje kunnen aandoen met de Zeta. Ik ga nu zo mega subtiel slippen zo van hier. Ik had er al 2, nu heb ik er 3. Waar de fuck is iedereen? Nu filmen. Mensen thuis vragen altijd aan mij, van wie zit je rugzak bij? Gewoon letterlijk deze baggy. Met Tashie haar gsm in, mijn koptelefoon en mijn USB-stick. That's it. Let's go! Let's go! Let's go! Seba approves. Welke stad is dat hier? Lekker! Ik weet niet of ik nog ga kunnen draaien, ik heb dat al 3 maanden niet gedaan. Wait for that thing in me, I can take it. That is all I wanna see. Baby, show me. Show me. Turn around and see the sexy body go by.
binnen van al die mensen. Gerben zoeken. Gerben, waar ben je? Archie! Archie! Ze gewoon een blond hoofd. Ik ben willen helpen, dus we waren moshpit aan het gooien. Ik zag ineens Seba down. Seba down. I was down. Ik lag daar op de grond. Ik was aan het roepen, ik riep, Pieter, hierpe! Hierpe! Special effects! Gerben wil mij gewoon schuren zitten. Macarena! Hi boys, als jullie deze vlog nu een beetje nice vonden, comment Waddox for Cameraman 2022. Let's go! Ja, en dat was thans mijn punt. Jupiler kunt je rustig drinken, Primus niet. Dan moet je gewoon atten, dat is te vuil. Hij nog een pintje alsjeblieft. Goeie. Ik zelf ook eentje nog wat. Ja, ja, broer. Deze gaat echt geklipt worden, maat. Bier drinken, ja. Dat gaat hard. En drank. Voor eten voor altijd. Jarno. Kom. Jarno. Dat kan toch niet. Dit zijn twee personen en zij zijn de camera. Zij zit wel in de film, en wij zijn camera geil! Ik ga niet vragen wat de mensen ervan vonden. Wat was je van deze liedje gezet? Sowieso goed. Alles was goed, de Fissa was aan, alles. Kan beter, hè. Een hart op 10! Dat is al goed voor mij. Hey, die boys zijn zo'n huddelbaan, man. Ik heb het niet gehoord, maar het was echt goed. Wat vond je van deze DJ-set? Fantastisch. Laaf naar Mitch. Wat vond je van de DJ-set? Fucking goed gewoon, joh. Hij is niet goed, maar fucking goed. Man, joh. 11. 11 op 10, joh. Oh! Wat vond je van de DJ-set? Dat spreek jij Nederlands. Ja, ik spreek Nederlands. Hey, show was dick, vriend. Vond nice? Maar ik vond echt swagging nice. Swagging nice. Het ding is, ik wil jullie gewoon heel graag mee beginnen nemen naar de shows. Waar ik ook zat ben, ik ben nu fucking daar, kan hier liggen. Hey, en dit is zo fucking chill. Dit was echt fucking chill show. En Mitch, wat vond je van de DJ set? Hoeveel op 10? Doe zo 8. 8 op 10? Elke show. Er waren mensen die 11 op 10 gaven. De eerste show van echt. Deze guy is gek intro aan het draaien, wacht. Dikke kont. Nadeel aan een mullet bij een DJ. Het wordt lekker nat en super nat en lekker nat nektapetje. We gaan eten krijgen. Bro, eten. Het is echt min 5 buiten. Fight. Wat zij komen met jouw broer of niet? Wat een broer! Kom, maat. Enge camera, gast. Zeurtje, enge camera. Ga jullie meisjes slaan, maat? Kom. Neem een sapi. Oh, maar wat gebeurt er? Wandel door. Kom. Waarom zijn jullie allemaal halverwege omgedraaid en dan teruggelopen naar daar zo van? Ik ga toch vechten. Niemand houdt jullie tegen en jullie zijn zo, hou me tegen. Het is nu het moment om te bestellen als jullie iets willen eten. Zeg het nu. Chicken burger aan Niffels. Proteïne hoog houden, papa. Chicken. Kijk naar de menukaart en bestel wat er op de menukaart staat. Chicken. Dat mag mij wel aan jeuntjes zijn. Ze vragen iets. Dat is hier van mij.
Ik heb dat van de week gekocht. Maar ik ben hier al 4 keer Mickey Burgers komen kopen vanavond. Hè. Hamburger, dat moet, hè. Je moet altijd afsluiten met hamburger, anders is het moeilijk. En een pintje. Trouwens, voor de mensen die aan het kijken zijn, ik ben nu zat, maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om te abonneren. Wat gaan we zeggen? Slaap wel, zeg. Morgen. Blijkbaar komen jullie morgen ook mee. Ja, Erik. Ah. Ik ken dat niet. Ik ken dat niet. Ik heb al heel tijd een fles vast, bro. Lekker gaan ik ervan drinken. Echt al 1000 mensen hebben er al gedronken. Nog niet. Maar nu zijn we echt naar morgen. Nog eens. Ja. Oké, vandaag zijn we dag 2. Gang van vandaag, Tashie. Dolly in the back as well. Echt veel mensen hebben afgezegd dat dingen is. Iedereen wil altijd meegaan naar de feestjes, maar niemand kan het ooit 2 of 3 dagen aan. Gerben is aan het twijfelen of hij morgen ook mee gaat feesten, ja of nee. We gaan dat regelen, als ik er morgen niet ben, dan heb ik gepoesied. Ik zeg van Mich dat ik helemaal lam ben gegaan gisteren. Ik heb wat? En het is zwaar. Ik heb een zware kater nog altijd. Maar als jullie moeten wenen bij de setmuziek. Oh, ik dacht dat we de Connemara gingen doen. Stap maar in. Ja. Welkom. Goedendag. Hallo. Medewerkers, camera in die zin. Kom maar. Wat ik zeg, hallo. Ik moet hier gewoon staan. Ah, ik moet hier gewoon parkeren. Oké. Okay. Thanks, man. Ik neem jullie graag mee in de backstage. Moet je niet zo'n burger afstemmen of niet? Het is niet een moment. Why are you running? Echt chill organisatie. Ik weet altijd zo nice dat ze ergens toe komen. En ze zijn gewoon fucking chill. Ga je proberen oppakken. Oké. Okay. Je bent zo zwak. Maar had jij een burger gevraagd? Want dat was er niet, hè? Het waren alleen maar auto's. Ja, nee, die kunnen ze hebben net burgers worden. Ja. Hoe gaat die met dat even? Goeie shit. Wat is beter? Dat je wat nooit eten te halen. Ik ga altijd een snoep aan het stelen. De tweede show van de weekend. We gaan zwaar knallen. Vandaag gaan we niet zat gaan. We gaan ons gewoon amuseren. In 3, 2, 1 zeggen we. Oké, dat zeggen we in 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ik vind het altijd zo schraal als ze mij dat mijn fles champagne geven, maar dan loop ik zo over de wijn met mijn fles champagne. Dat is zo te veel kleiner voor mij, snap je? De droomjob, je bent aan het draaien en mensen gooien kaas naar u. 1, 2, 3, waar is de DJ? Zijn kleren gaan halen. Ah, wacht. We laten uit. Vol. Nee. Ik zweet mij doodmakker, dat is niet normaal. Mag ik iets vragen? Jazeker, je mag iets vragen. Er zijn 3 maten van mij die dan hier niet konden zijn. Dan zou je een shout-out kunnen geven? Of zo? Een shout-out? En hier zijn we terug. Let's go. Maar sommige haartjes zijn droog en sommige haartjes zijn nat. Fuck. Dat is echt, ik ga met deze de vlog afsluiten. Ik ken deze feestje met trauma. Dankjewel om te kijken, we zitten hier. En tot de volgende keer. Jullie zijn allemaal keinuchter vandaag, wat is gebeurd? Ja, zware kater. Als er strijders thuis zijn die mee willen komen en zichzelf willen bewijzen voor een heel weekend lang, drop een comment. Zeker.
Let me know. Possible to shake a bad habit to break.